Snelheid. Dat is nu bekend. Namelijk, snelheid is de afstand die in 1 seconde wordt afgelegd. Maar wat als die snelheid niet constant is? Dan kun je moeilijk 1 seconde meten, want in die 1 seconde verandert de snelheid zelf ook. Een mooi probleem om te onderzoeken. Kom, we gaan verder. Je ziet hier een XT-diagram. Horizontaal staat de tijd en verticaal de plaats. Het is geen rechte lijn, dus het is geen eenparige beweging. Dat betekent dus dat de snelheid niet constant is. Maar wat gebeurt er wel met de snelheid? Bedenk voor jezelf eerst als snelheid toeneemt, afneemt of misschien iets van allebei. Klik dus eerst even op pauze om in alle rust na te denken. Oké, vul in. Groter of kleiner? Het is kleiner. Of lager natuurlijk. Dit kun je eenvoudig zien, want als je de gemiddelde snelheid wilt berekenen, dan zie je dat de toename van de plaats in het begin ook minder is. En minder plaatsverandering is een lagere snelheid. Onthoud dat hoe steiler een XT-diagram, hoe hoger de snelheid is. Dit XT-diagram gaat steeds steiler en dus wordt de snelheid ook steeds hoger. Bereken eerst eens de gemiddelde snelheid tussen de 0 en de 10 seconden. Haal de benodigde gegevens uit de grafiek. Klik natuurlijk ook hier eerst weer even op pauze om er de tijd voor te nemen. Goed, we gaan eerst maar eens opschrijven wat we gaan berekenen met de gegevens. De gemiddelde snelheid, dus heb je nodig delta x en delta t. En die haal je natuurlijk uit de grafiek. Voor delta x geldt dat die tussen de 0 en de 10 seconden 14 meter is. Dat kun je zien in de grafiek. Aan de rechterkant heb ik een lijnstuk gemaakt wat delta x voorstelt. Voor de tijd, delta t, is die natuurlijk 10, want de tijd ging van 0 tot 10. Let goed op hoe dit in de grafiek is aangegeven. Dit invullen geeft een gemiddelde snelheid van 1,4 meter per seconde. Je kunt in de grafiek nu ook een driehoek maken, waarbij delta x en delta t de beide rechthoekzijden zijn. Je maakt van het XT-diagram als het ware weer een rechte lijn in plaats van een gebogen lijn. Doe hetzelfde wat je zo net tussen de 0 en de 10 seconden hebt gedaan, nu voor de tussen de 4 en de 9 seconden. Dus teken het driehoekje in de grafiek en bepaal weer delta x en delta t. Begin echter eerst met het drukken op de pauzeknop. Ook nu maken we een driehoekje waardoor de grafiek tussen het begin en eindpunt weer een rechte lijn wordt. Je kunt hier eenvoudig delta x en delta t uitlezen, maar dit zal natuurlijk steeds lastiger worden als je steeds kleine driehoekjes zou moeten maken. Dit is op te lossen, want wat gebeurt er als je de driehoek gewoon wat groter maakt? Zolang de vorm gelijk blijft, maakt het voor delta x gedeeld delta t niks uit. Die verhouding blijft gelijk. Dus we bepalen nu delta x en delta t uit een nieuwe, grotere driehoekje en dan berekenen we tenslotte de gemiddelde snelheid. We leggen het begin- en eindpunt nu weer wat dichter bij elkaar. Je kent de procedure. Klik op pauze en ga aan de slag. Oké. Maak eerst het kleine driehoekje, hoewel je mag dit eigenlijk gewoon overslaan en je kunt ook meteen het grote driehoekje gaan tekenen. De schuine zijde door beide punten en daarna beide rechthoekzijden. Je kunt nu weer eenvoudig de gemiddelde snelheid berekenen door delta x en delta t uit te lezen en in te vullen. Maar tja, wat als begin en eindpunt eigenlijk gewoon op elkaar liggen? Wat dan? Om dat wat duidelijk te maken, maken we even een kleine animatie. Je ziet hier het XT-diagram met de twee punten zoals in het begin bij de 0 en de 10 seconden. We tekenen een rechte lijn doorheen en we zien wat er gebeurt als punten A en B dichter bij elkaar komen. Je ziet iedere keer wijzigt de rechte lijn iets van positie. En tenslotte als A en B tegen elkaar aanliggen, we zullen A en B even weghalen.
dan zie je dat die schuine groene lijn de raaklijn is geworden aan het XT-diagram. Dus, wil je snelheid op één tijdstip weten, dan tekenen we de raaklijn in dat punt van het XT-diagram. Vervolgens maak je er weer een driehoekje van, waaruit je de delta x en delta t kunt bepalen en de snelheid kunt berekenen. En let op, dit keer is het de echte snelheid. Dus geen gemiddelde meer, want je hebt maar één tijdstip en geen begin- en eindstip. En dit kan ook bij vreemdere gevormde XT-diagrammen. Wil je snelheid bepalen op een bepaald tijdstip, dan teken je de raaklijn. Je bepaalt delta x en delta t door een driehoekje bij te maken. Maak het driehoekje niet te klein. En daarmee kun je tenslotte de snelheid mee berekenen. Als je een raaklijn tekent, zul je ongetwijfeld het gevoel krijgen dat het niet een super nauwkeurige methode is. En dat klopt natuurlijk. Als je met de hand een raaklijn tekent, dan zul je altijd enige speling hebben. Tot zover deze uitleg. Neem over wat nu op het scherm staat en vul de diverse zaken aan. Neem het mee naar de volgende les. Ik reken erop.